Het eerste 5-sterren waardige hotel in Brabant is zojuist geopend. 3 hofhuizen, een kapel en het voormalig klooster in het centrum van Breda zijn omgebouwd tot super deluxe hotelkamers. Pikante nonnen aan de muur, dure wijnen en lekker eten en natuurlijk goede bedden. Het nieuwe hotel moet 5 sterren gaan krijgen. Tenminste, dat hopen de uitbaters. Kosten nog moeite zijn gespaard tijdens de verbouwing. En dit is de entree van onze mooie kapel. De trots voor iedere Bredanaar, denk ik. Want het is een prachtige evenementenlocatie. Wat zich bij uitstek verleent voor hele mooie meetings en events. Voor zowel bruiloftsfeesten als wel ook zakelijke bijeenkomsten. Het unieke van dit hotel is dat het helemaal gemoderniseerd is. Maar dat er wel veel oude elementen bewaard zijn gebleven. Ja, absoluut. Het is een historisch erfgoed. Dus het is voor ons onwijs belangrijk juist om die kracht van de locatie, wat eigenlijk een cadeautje voor ons is, voor de binnenstad van Breda, om dat in een moderne jasje ja, zo mooi tot z'n recht te laten komen. Dit is onze panoramic suite met prachtig uitzicht over de stad. Nou is het eerste wat ik altijd doe, Paulien, als ik in een hotel ben, even de bedden testen, op de bed springen. Mag dat hier ook? Zeker. Dan doen we dat even. En ja hoor, die bedden liggen heerlijk, maar u moet er wel even voor in de buidel tasten. De goedkoopste kamer kost zo'n €140 per nacht. De meeste 5-sterren hotels zitten in de Randstad. Dat komt omdat ze zich vooral richten op de internationale zakelijke markt en internationale toeristen. Toch is er ook in Brabant steeds meer vraag naar dit soort hotels. Ik denk dat het vooral ook komt doordat we Van Gogh heel erg hebben uitgenut. We nu Hieroniusbos doen. Al lang bekend staan om de gezelligheid en de mooie steden die hier zijn. Dus ik denk die combinatie van al die activiteiten heeft toegezorgd dat nu de toerist ons echt ontdekt heeft. Is het niet wat te gewaagd om zo'n hotel toch in Breda weg te zetten? Want de kamer is al gauw €200 per nacht. Nou, ik denk dat het zeker een gewaagde actie is. We weten natuurlijk nooit hoe het gaat. Maar gezien alle kaarten die ze nu op tafel leggen, dus en uniek en mooie locatie en een midden in een centrum, denk ik dat het wel een succes wordt.